Zoals zij zelf zeggen, ze zoeken altijd een gruwelijk of een hard iets. En deze vonden ze zo hard, dat als je hier op de 9e aankomt, uit de lift stapt, is dit het visitekaartje. Val je meteen binnen bij deze piece. Je bent er vast wel eens eens een tegengekomen. Een handgeschilderde papieren poster van street art collectief Kamp Seedorf. Hier Johan Cruijff, dit is Edgar Davids, maar als boegbeeld Clarence Seedorf. Ja, deze is heel bijzonder, omdat dit is een werk wat nog niet eerder vertoond is. Dus dit is echt een werk wat ze gemaakt hebben, wat gepubliceerd wordt op deze expositie. Dus niet alleen materiaal wat er al was, maar dit is ook echt iets wat gewoon nieuw is. Björn Schipper, groot liefhebber van Kamp Seedorf, stelde het collectief dat zelf anoniem wil blijven 1,5 jaar geleden voor om te exposeren. Er zijn mensen die Kamp Seedorf kennen alleen van voetbalbewijs van. Dan is dat de ingang. En er zijn mensen die Kamp Seedorf kennen alleen van de muziek. Dat is het mooie, dat we nu eigenlijk dus muziek en voetbal met elkaar kunnen verbinden. En Amsterdam overigens ook. Als je dus vanuit die voetbalingang bent gekomen, dan ben je nu misschien positief verrast door het werk wat ze in dit geval met Biggie hebben gemaakt. Soms verdwijnen ze door weersomstandigheden of door een iets te fanatieke reinigingsdienst, zoals het werk Damsco Strijder aan de Wieboudstraat van wijlenburgemeester Van der Laan. Als we daarover nadenken dat de Damsco Strijder dus eigenlijk verwijderd is, en nu achteraf, als we daarover nadenken, is het best bizar dat dat gebeurd is. Daar hadden we veel zuiniger op moeten zijn, denk ik. Maar dit is voor Amsterdam ook een iconisch beeld geworden. Dat hadden we nooit van tevoren zo kunnen bedenken. Ook dit beeld heeft ook echt een beetje de underground doorbroken. Daardoor zijn ze helemaal naar boven gekomen. En zijn veel meer mensen ook gaan inzien, met name achteraf, dat het gewoon kunst is. Dat je te maken hebt met street art. De werken hangen er voor de verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich via de Instagram-pagina van Kamp Seedorf aanmelden voor een rondleiding.